Om 3:30 zijn de lessen gedaan op school. Dan gaan we de kinderen halen en dan wandelen we in groep terug naar het internaat. Kinderen van het secundair die zijn nu dit jaar met 20 leerlingen. En dan de groep van de Prinsstraat die zijn nu met een groepje van 15 kinderen. Aan de studie, dan studeren ze een half uurtje. Kunnen ze ook vragen stellen. Controleren wij of dat alles ook gemaakt is en of dat de kinderen ook alles begrijpen. Het is hier wel gezellig eigenlijk. Ja. Ik vind het niet leuk ingericht ook. De slaapkamers zijn heel leuk ingericht. Het is fijn ook omdat je heel de tijd bij jouw vrienden bent. En als je naar een normale school gaat, is het zo enkel op school. En het is leuker. Wij kunnen hier ook de helft van de dag onze hobby doen. Ballet. De stretching, ja, dus de Prinsstraat, die hebben echt een vaste uurtjes hier beneden. Hè, dus die doen dat in de groep samen. En dan neemt je grief mee en dan komt hier beneden. Er is speciaal een barre gemaakt om te oefenen. En dat is ook tof dat we met z'n allen stretchen, want dan heb je daar meer zin in om dat te doen. Dan hebben ze nog een kwartiertje tijd om tot rust te komen in hun kamer. Het is de bedoeling dat ze hun tanden poetsen, hun gezichtjes wassen. Dan doen we de lichten uit en dan om 6:30 worden ze dan weer teruggewekt voor de volgende schooldag. De dagen die gaan hier ongelooflijk snel voorbij.